Gisteren heb ik meteen keihard gestoten aan de tax. Foutje begaan. Ik ben inmiddels in de kook aangekomen. Einde, onwijs veel drums. Echt tof. Goedemorgen en welkom bij een nieuwe vlog. Hier wel te verstaan is vandaag ons startpunt. Is wat anders dan buiten in de kuil. Maar dat vind ik juist wel leuk. Want we gaan nu eerst een stukje hoog doen. En Hoogvuurse is in totaal, nou ja, 20, net iets meer dan 20 kilometer. Dan gaan we een stukje laag op. Die is 10. En dan pakken we vervolgens de route weer op de Hoogvuurse. Lekker stukje rijden. Het is maandag, dus ik hoop lekker rustig. Want dit parcours kent in het weekend veel drukte. Dus even genieten hier van het bos. Wat ik al dacht is waar. Het is lekker rustig in het bos. Dat heb je op de maandagen. Lekker. Heel het bos voor mij alleen. Alleen een ding. Gisteren heb ik meteen keihard gestoten aan de tax. Denk je, hoe kan dat nou? Ja, het is krap in het boekje als je zoveel spullen hebt. Ik moest wat hebben van een wielershirtje. En ik trap keihard tegen de tax aan. Nou, ik heb hem even moeten verbijten. Maar vannacht klopte meteen en vanmorgen was hij paars. Ik merk dat wel in mijn schoentje nu. Maar goed. Ik kan er nu weinig meer van veranderen. Stokje water en dan gaan we door. Even jasje uit. Het is op zich een graad of 18 en buiten het bos is het fris van de wind, maar hier in het bos is het heerlijk zomers. Hier bij dit klaphek, daar is camping De Zevenlinden en hoe lekker is dat vanaf deze camping, we hebben er vorig jaar ook gestaan, kan je direct het mountainbike parcours op. Je zit daar. Hoe lekker is dat? Wij gaan er volgend jaar vast nog een keer heen. Goedemorgen. We gaan er volgend jaar vast nog een keer heen, want de kinderen kunnen hier ook zo lekker spelen. Zelf hutten bouwen. Groot veld om te voetballen. Leuke camping. Staan we dan bij de splitsing. Ik heb er net denk ik 10 kilometer op zitten. Het is nog 10 kilometer de hoge. Maar we doen eerst het rondje de lage Vuurse. Ook 10 kilometer. En daarna misschien even koffie. Het is niet druk in het bos zoals ik eerder vertelde. Maar ik kwam een paar meiden tegen. En daarna nog een groepje meiden. Ik denk, we doen al die meiden nou hier in het bos. Maar die zeggen ook, kindjes naar school. En het is even mama tijd. En die meiden hebben groot gelijk. Het meidenbos vandaag. We gaan door.
verderop. Een heerlijk kopje ijskoffie hier, buiten in de kuil. We gaan door, want ik heb nog 10 kilometer voor de boeg Hoogevuurse. Die is leuk, met name het eerste gedeelte. Vlak. En meteen, die is zeer vervelend. Ik ben benieuwd hoe je er straks uit ziet thuis ben. God, houdt echt pijn. Maar goed, bederf mijn plezier niet. Hoogevuurse ligt er echt heel erg strak bij. Stukje op het wegdek, watertje. En dan gaan we lekker door. Bij start, dat waren 34 heerlijke kilometers. Hoogevuurse is hartstikke strak momenteel, mooie baan. De Lagevuurse daarentegen kende wel wat zandbakjes her en der. Moet even flink regenen daar. Goed, wat ik nog even wil zeggen is dat je een vignetje nodig hebt voor deze koers van de Utrechtse Heuvelrug. Ze zijn 7,50 en te koop bij de restaurants in de omgeving, maar ook bij diverse fietswinkels hier in de omgeving. En voor de rest, heerlijke dag. Ik heb genoten. Ik zie jullie later. Goedemorgen. Mijn eigen brouwsel. Ik zal het even laten zien. Deze heeft al een aantal dagen in de koelkast gestaan. Koffieprut met koud water. In de cafetière. Er zit nog een beetje prut in, maar die gooien we straks gewoon weg. Of gooien we over de tuin. Dat is misschien beter. Gooien we over de tuin. Goed voor de plantjes. Dit duurt altijd even, want als je te snel wil, dan komt het eruit. Yes. En ik heb nog zo'n fles. Daar giet ik het vervolgens in. Ik weet eigenlijk niet waarom ik dit ga uitleggen, want ik heb nog niet echt medestrijders gevonden die de ijskoffie lekker vinden. Maar toch wordt het veel verkocht in het Nederlands hoor. Fietsbenzine. Lekkere fikse scheut koffie. Die is ook weer op. Ik doe er altijd kokosmelk mee. Er zit een natuurlijk zoetje in. Vind ik lekker. Maar kan gewoon ook met magere melk, vind ik hem ook vaak heel lekker. Zo, klaar. Tijd voor het grote ontspannen. Ja, want zo kennen jullie me niet. Maar er wordt ook ontspannen tussen de fietsritten door hoor. Vandaag is een dagje editen. En ik heb om 12 uur een afspraak bij de schoonheidsspecialist. Dus lekker fresh, haar omhoog. Gewoon even genieten. 2 uurtjes in de tuin, ijskoffie, glaasje water erbij. Ik vind dit zo lekker in de tuin. Alles is buiten beter. Even kijken. Oké, aan de slag. Dat is weer gedaan. De vlog is bijna klaar voor aanstaande maandag. Lekker gevoel. Dan kan ik weer fietsen en doen zonder aan de vlog te denken. Maar goed, geen probleem. Ik vind dat het heel leuk om te doen. De een breidt op de bank, hè, 's avonds of 's middags. En ik zit ter ontspanning gewoon te editen. Boekje lezen vind ik vaak lastig om me daarop te focussen. En daarom ga ik dus nu naar die schoonheidsspecialisten. Want ik vind het gewoon heel moeilijk om mijn rust te pakken. En dat komt misschien een beetje door mijn ADHD-lijf. En dit helpt mij. Dus daar ga ik graag heen. En ze kunnen onwijs mooi mijn wenkjes doen. Daar betaal ik graag voor wat relaxedheid. Aangezien het geen beautyvlog betreft. Doei! Zijn we weer. We gaan wat leuks doen vandaag. Nee, nuttig en aangenaam. Want helaas, ons campingseizoen houdt er van het weekend mee op. En ik heb weekenddiensten. Ik wilde vandaag ook fietsen. En ik heb iets heel leuks op de planning. Neem ik jullie zo weer mee. Echt super tof. Wilde ik eigenlijk het hele seizoen al doen, maar het kwam er telkens niet van. Maar vandaag gaat het gebeuren. En na mijn fietsrit, dan ga ik de tent afhalen. Morgenmiddag moet ik op het werk zijn, dus ik blijf ook nog een nachtje slapen. Eigenlijk wel een leuke bijkomstigheid. Dus vanavond lekker koerspret biertje op de camping nagedieten van mijn mooie rit van vandaag. Ga je nu mee?
jongens, de brug staat open in Schagen. Ik ga denk ik net niet redden, de boot van 12:30. Oh, wat erg, ik ben te laat weggegaan. Ik had een hele leuke afspraak en dat liep gewoon uit. Nou, anders moet ik een uur wachten daar. Schiet niet op, schiet niet op. Come on! Come on! Alles op de fiets is beter. Dit soort dingen, ik ben blij dat ik niet elke keer in de file hoef te staan. Dat is niet goed voor mijn stresslevel. Maar goed, misschien heeft dit ook wel met tijdsdruk te maken. Oh, wat erg. Maar ja, oh, ik zit ook al even na te denken over vanavond wat ik op die camping ga eten. Want ik ben natuurlijk lekker alleen. Schiet op! Schiet op, schiet op. Oh jongen, er zit een Duitse caravan voor me. En die is echt op vakantie. Ga, ja. Doei. Yes, hè, eindelijk gaan we weer. Voetgangers, voetgangers, rijwielen. Ik heb het gered. Het was echt net aan. Die motorsleutels nog in de handen. Maar goed, mijn fietsie die staat geparkeerd. Help je maar af. We gaan voor de kijken. Oh, nog eentje hoger. We varen. Dag Den Helder. Want wat gaan we nou eigenlijk doen vandaag? En door de stress in tijdsgebrek ben ik dat helemaal een beetje vergeten te vertellen. We gaan vandaag het mountainbike parcours van Texel rijden. En dat parcours is ongeveer 8 kilometer lang. Ja, daar liggen nog meer routes op Texel. Onder andere eentje van 90. Maar die gaan we vandaag niet doen. Want ook de voortijd moet nog afgebroken worden. Maar tot die tijd, eerst even genieten hier op de boot. Van het weer en van het mooie uitzicht. Er staat hier hoor, onze auto. Echt volgens mij het laatste plekje. En toen als je die weer gaat, up, naar die ingang toe. Just on time. Hoor. Ik denk een kleine 15, 20 minuten. En met de fiets mag je voor 5 euro de boot op. En dat is voor heen en terug. De kosten niet. Als je eens een keer in de buurt van Den Helder bent, echt aanraden om even op en neer dat eiland op te gaan. We gaan fietsje pakken, want we naderen Texel. Every moment I was spending on regret was such a waste, such a waste, such a waste. Daar staan we dan op een woensdagmiddag. Heerlijk in het zonnetje. Het is 22 graden. Daar is de boot. Die zijn we afgefietst. En hier kan je het parcours al op. We gaan nogmaals voor de duidelijkheid niet het grote parcours doen van 900 kilometer. Die heb ik al wel vaker gereden. Die is trouwens erg leuk. Ik meen in december, januari heb je vaak van de toertochten vanaf de boot. Nee, wij pakken de draad hier op en gaan dan naar het parcours van 8 kilometer. De Wielersport Texel die onderhoudt deze route. Ik zal hem hieronder even linken. Let's go. I'm going all the way up. Ah, I'm going all the way up. Ah, I'm letting go in my heart. Ah, of everything that holds me down. No, no. And it's feeling like I've been in the room. I can feel the love. Oh yeah, it's all around me. Oh, I need to know how I can make up. I can feel the soul. And there it should be behind me. It's a clean slate. Got a reason. The horizon is closer than it was. I will be there if you need me. I believe that we can grow. It's a clean slate. You need me, I believe that we can grow. Woo!
Oké, aangekomen bij de hoofdroute. En de hoofdroute die wordt aangegeven met het geel-zwarte bordje. En de alternatieve route is met het blauwe bordje. Hier pakken we het parcours op en gaan we de mooie 8 kilometer tegemoet. We gaan. Ik ben inmiddels in de Koga gekomen. Dat ligt daar. En ik zie dat ik gewoon van de route af ben gegaan in mijn enthousiasme. En ik denk ook wel te weten waar. Ik heb gewoon een bordje gemist. Het voelt alsof ik op vakantie ben. Ik kan hier de hele dag wel ronddraaien. Maar nee, het kan te gek ook. Ik kom echt wel terug hoor voor die lange. Maar we gaan even terug. Ja, hier ging het mis en dat dacht ik al. Tenminste, trek ging lekker verder. Vond het ook leuk, want ik kwam ergens nog een Noordshore naar de Ecomare tegen ook. Leuk meegepakt, lekker slingerwerk. Op een gegeven moment dacht ik, dit gaat niet goed. We zitten nu al in de Koog. Nee, wat ik fout heb gedaan is dit bordje. We moeten hier de blauwe aanhouden. Dit is gewoon een stomme fout van mij in al mijn enthousiasme. Maar laten we het laatste stukje parcours even fietsen. Wat een toffe route was dat. Nou, ik ben even de weg kwijtgeraakt. Het was mijn eigen schuld overigens, want het staat super goed aangegeven. Maar het allertofste van dit parcours, het is maar 8 kilometer, maar alles zit erin. Er zit relatief veel hoogte in. En het begin zag ik een leuke pumptrack, lekkere bochten, lekkere grove afdalingen. Het ligt hier vol met dennenappertjes, dus je ga je af en toe lekker op weg. Dat is leuk. En hier op het einde onwijs veel jumps. Echt tof. Het is nu 15:15. We gaan als een speer naar de boot. Want dan halen we de boot van 16:00 nog terug naar de camping. Vakantiedagje is dat. We moeten nog een klein half uurtje wachten op de boot. Even lekker colaatje hier. En dan gaan we naar de camping. Lekker nog nahangen. Misschien doe ik de tent morgenochtend wel. Vooraan, dan ben ik ook snel de boot af, want volgens mij is het nationale schoolreisjesdag. De boot zit vol met kinderen in het eiland. Dus vooraan op de boot. En wat ik nog even moet doen is hier een koek kopen, want anders heb ik ruzie thuis. Lekker. Dit is de koek. En doorgaans is het de grotere, een vierkante, maar die was uitverkocht op de boot. Maar deze is net zo lekker. Dag vakantie, eiland. Echt, het is zo om de hoek en het voelt altijd als vakantie. Ik zie je weer. Den Helder. Yes. Solidair zijn, is dat ook zo? Denk ik.
Wat een fantastische vakantiedag was dat. Ik heb gefietst, ik heb nuttige dingen gedaan. Ik heb de caravan alvast, nou ja, het meest opgeruimd. Ik hoef morgen alleen nog even een dak te doen. En een barbecue voor mezelf. Morgen zie ik de kids weer. Dit ruimt toch even wat makkelijker op, zonder familie. Ik zag een kleine 40 kilometer op de teller, ook omdat ik wat fout gereden was. Dus vanaf de boot, het parcours, een stukje verkeerd en het parcours weer terug naar de boot. Een echte aanrader voor 5 euro. Je bent er echt even uit. Een echt vakantiegevoel krijg ik van het eiland Texel. Hé hey jongens, het is mooi geweest. Ik ga lekker genieten. Doei! On wheels.